hallo iedereen. We gaan vandaag onze poort maken aan ons zomertopje. Zoals je kunt zien, het is ongeveer een vijftal centimeter. Het is 1, 2, 3, 4, 5 à 6 rijen. De hals heb ik gewoon na mijn toer dat ik getoond heb in mijn video nog een toer 5 lossen in vaste 5 lossen gehaakt. Dat die gewoon mooi afgewerkt is. Want met vasten was het te veel, het was te druk. In de oksels heb ik ook 2 toeren vast gehaakt en de zijkanten heb ik dicht gehaakt met 1 toer vast uiteraard. En dan heb ik er nog 1 bij gehaakt om een mooi contrast te krijgen. Voor onze boord leggen we ons werk ondersteboven. Ik heb een tekening gemaakt die u kunt zien in de video. Die ik nog eens moet wat bijwerken en zo. Want ik heb gezien dat ik een foutje gemaakt heb. Maar het maakt eigenlijk niet veel uit. Niet in het werk hier, maar in de video. In de tekening, sorry. Oké. We hebben dus onze eerste rij van ons hesje, van ons topje, was 5 steken overslaan, 1 stokje, 3 lossen, 1 stokje, 5 steken overslaan, 1 losse tussen de V's en constant hetzelfde. Dat was onze eerste rij. Nu gaan we van aan de andere kant. En elke 5 lossen boogje gaan we ons patroon werken voor onze boord. In het eerste gaan we 7 stokjes haken. Dan 3 lossen. Ik zie dat u kan zien dat ik in mijn camera ben. In beeld ben. 1 stokje, 3 lossen, 1 stokje en nogmaals 3 lossen. 7 stokjes in het volgende. Dus het is ook weer herhalen, constant. Ik had de fout gemaakt dat ik met mijn staal dat ik dus een gaatje te veel had. Wat heb ik gedaan? Ik ben begonnen met een losse en 3 stokjes en ook geëindigd daarmee. Dus dat ik in het eerste vakje van 5 lossen heb ik 3 stokjes gehaakt en in het laatste vakje ook. Om het zo mooi te laten verlopen. Oké, dat was onze eerste toer. Onze tweede toer gaan we aan beide zijden een stokje achterwege laten. Dus hebben we 5 stokjes. Dan hebben we 3 lossen. 1 vaste, 3 lossen. 1 vaste, 3 lossen, 1 vaste, 3 lossen, 1 vaste. Dus 4 vasten en 3 boogjes van 3 lossen. 3 lossen en 5 stokjes. En zo gaan we ook verder tot aan het einde van onze toer. Onze derde toer is 3 stokjes in plaats van 5, dus aan beide zijden 1 laten liggen. 4 lossen, 1 vaste in het boogje. 3 lossen, 1 vaste in het volgende boogje. 3 lossen, 1 vaste in het volgende boogje. 4 lossen en dan onze 3 stokjes. Dus in principe herhalen we steeds dit stukje. Van het vierde stokje hier in het begin tot het vierde stokje aan het einde. Onze volgende toer is 1 stokje, 7 lossen, 1 vaste, 3 lossen, 1 vaste en 7 lossen. En dan nog 1 stokje. En onze allerlaatste toer beginnen we met op ons 1 stokje haken we 1 vaste, 3 lossen en 1 vaste. Dan haken we 1, 2, 3, 4 lossen. Een dubbel stokje, een losse, een picootje, een losse, een dubbel stokje, een losse, een picootje, een losse, een dubbel stokje, 3 lossen. En dan zijn we weer bij ons stokje aangekomen voor een vaste, 3 lossen en een vaste. Hoe werkt een picootje? Een picootje is 3 lossen haken en een vaste in de eerste losse van de 3.
En dat is het zowat. Maar de uitleg en de tekening komt op Facebook. En ook in de video ga ik de tekening verwerken. Hebt u nog vragen of raak u er niet aan uit dat u liever de geschreven uitleg hebt? Laat het me dan weten. Dan zorg ik dat het in orde komt. Het is maar een kleintje om het neer te schrijven. Oké, veel succes. Tot de volgende.